Hi, hi. Jullie zetten Anne. Ik ga nog eventjes naar deze pagina toe om meteen de video op te zoeken en dan zodat ik hem kan delen. Even geduld. Bear with. Ga ik hem zoeken en dan deel ik hem eventjes. Nou, waar deel ik hem? Hier zomaar dan. Hoppa. Hier plaats ik hem. En waar is die? En daar deel ik hem. Met de lightgroep. En dan komt dat wel. Zo, nou, ik zie dat mijn batterij flink leeg aan het gaan is. Ik kom net uit de lightgroep, waar ik de wekelijkse orakel themakaarten heb gedaan. En het was erg lekker, moet ik zeggen. Dus ik luister nog eventjes verder naar de muziek. En, we hadden een liefdeskaart. We hadden Treasure Your Loved Ones. En toen hebben we een heerlijke healing gedaan en mooie dingen gedaan. En wat ik daaruit wil delen is het volgende. We hebben, ja, ik weet niet of je me kent. Ik bedoel, je zit op deze pagina en je kijkt dit. Maar of je ooit een webinar met mij hebt gevolgd, weet ik niet. Als je dat trouwens nog nooit gedaan hebt, begin daar dan meteen vanavond mee. Vanavond is daar in beweging blijven webinar. Maar dat ga ik nu even niet vertellen. Als je een healing doet, als en wanneer je een healing doet, dan hoeft dat niet alleen in het hier en nu te zijn. We hadden deze kaart bij de Light-groep zojuist. En ik heb een healing gedaan, waarbij we energie sturen, sowieso natuurlijk nu naar het hier en nu, maar ook naar onszelf in het verleden. Dat kan, hè? Stel dat je kunt een healing sturen, je energie sturen naar je innerlijke kind. En je kunt ook energie wegzetten voor jezelf of voor een ander in de toekomst. Kijk, als je Reiki hebt, Reiki 2 hebt, dan weet je hoe je dat moet doen. Heb je IET, Integrated Energy Therapy, weet je ook hoe je energie moet wegzetten in een cloud. En dat is dan niet een fysieke cloud in de zin van dat je, weet ik veel, Google Drive hebt of zo. Maar wat we daarmee bedoelen in de healing wereld is. Je zet energie, die heb je. Hi Irma. En luister ik morgen de OTK? Oh ja, en ja, weer live erbij. Goed zo. En wat je dan kan doen, is die energie pakken. En met je intentie, met je gedachten, met je intentie sturen naar de situatie, de plek, de tijd. Waar je die energie wilt hebben, waar je die healing wilt hebben. Bijvoorbeeld, we hebben nu net in de OTK, of in de OTK, in de passiegroep. Trouwens, het is 1 april, je kunt nog instromen in de passiegroep als je daar nog niet in zit. Je kunt elke eerste van de maand instromen. Maar je kunt dan de energie pakken en neerzetten voor een situatie in de toekomst. In het geval wat we net hebben gedaan, hadden we een roze wolk van licht en van liefde. En die hebben we neergezet. Op een ongedefinieerd. Je weet dat het er ooit een keer gaat komen, maar je weet niet op welk tijdstip het gaat komen. Voor de persoon die je zelf bent in de toekomst, wanneer je een keer pijn hebt, of wanneer je een keer verdriet hebt, of wanneer je, nou ja, tot hier vol zit met allerlei dingen en je kunt wel wat liefde en wat licht gebruiken. Voor die situatie hebben wij een roze wolk voor onszelf neergezet. En dan op het moment dat we natuurlijk helemaal met ons hoofd. Helemaal vol zitten en we zien het allemaal niet meer zitten. Dan hebben we dus zeg maar de intentie meegegeven dat op dat moment de wolk, hè, dus een zelfstandige intelligentie, weet dat die dan open mag breken, neer mag dalen en ons energie mag geven. Dus dat kun je dus heel erg goed doen. Dat weet je natuurlijk als je Reiki 2 hebt. Dan zet je je symbolen neer. Dan teken je natuurlijk de symbolen en dan zet je dat voor de toekomst weg. Maar dat kan je dus met heel veel situaties doen. Stel dat je een datum hebt van een bepaalde rechtszaak. Dan kun je voor dat moment, dat tijdstip waarbij jij bij de rechter iets zou moeten zeggen. En je denkt van, oh, dan weet ik niet of ik al uit mijn woorden ga komen. Dan kun je energie wegzetten voor in de toekomst. Dat je dan op dat moment gewoon je ding kan doen. En dat die energie op jou neerdaalt. Dat kun je doen met. Ook leuke dingen natuurlijk, met feestjes, met bruiloften, met de, nou ja, weet ik veel. Je kunt nu alvast energie neerzetten voor het moment dat het coronacrisis voorbij is en dat jij weer helemaal naar buiten mag en feesten mag vieren bijvoorbeeld.
Of je zet energie neer voor een stel dat je op enig moment een operatie moet ondergaan. Dat is natuurlijk nog niet echt leuk, maar sommige mensen, als je ergens mee zit, dan kan je erg naar uitkijken om eindelijk aan de beurt te zijn. Zeker als je op een wachtlijst hebt gestaan, dan kun je voor die situatie kun je alvast energie neerzetten. Voor het moment dat je je eigen bedrijf start en je gaat inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Voor het moment dat je, nou ja, een autoreis gaat doen. Een beetje mank voorbeeld in deze. Nee, op het moment dat alle grenzen dicht zijn en we mogen niet reizen. Maar het zijn allemaal voorbeelden waarbij je de energie nu kan pakken. En ja, het is natuurlijk handiger als je Reiki hebt, Reiki 2 hebt, dat je je symbolen neer kunt zetten. Maar als je dat niet hebt, wat je dan gebruikt is, je roept die engel aan. En bijvoorbeeld, lieve aartsengel Michael, dank je wel dat je mij helpt om goede energie te verzamelen. En dank je wel dat je mij helpt om die energie voor mezelf in de toekomst, op die en die datum, voor dan op dat moment neer te zetten. En dan vervolgens, dan stel je je voor dat die wolk of die energiebubbel of bel, hoe jij je dat ook voorstelt, naar de toekomst gaat en daar blijft hangen en op het juiste tijdstip openbreekt en neerdaalt. Dat is een heel concreet iets wat jij kunt doen voor jezelf met deze energie. Dat kunnen we natuurlijk ook doen. Oh ja, en natuurlijk voor jezelf neem ik aan dat je zelf toestemming hebt, want je bent jezelf. Dus je hebt toestemming van je toekomstige zelf om dat te doen. Als en wanneer je bijvoorbeeld wolkjes van energie naar een ander toestuurt, dan is het natuurlijk handig om toestemming te hebben van die persoon. Als je dat nou niet hebt, kijk bijvoorbeeld, ik weet dat ik altijd toestemming heb van mijn vriendinnen of toestemming heb van mijn moeder bijvoorbeeld. Maar er zijn ook mensen bijvoorbeeld aan wie ik het dan eerst vraag. Van goh, ik krijg door dat je wel een wolkje kan gebruiken. Wil je dat ontvangen, ja of nee? Nou, stel nou dat je gewoon niet in staat bent om, ja, weet ik veel, om dat te vragen. Wat je dan doet is, je stuurt die wolk, die bel van energie. En die, in plaats van dat je die zegt, plop, hier is die, bied je hem aan. He, dat is het verschil met van zeggen van, hier een kop thee, je doet iemands hoofd achterover en je giet die thee erin. Of je zegt van, goh, ik heb een kop thee van je, wil je hem hebben? En dan kan die andere persoon zeggen nee of ja. En dan kan die persoon alsnog beslissen van, nou, oké, ik drink het of ik zet het weg, dankjewel voor later. Nou, en dat kan je dus ook met energie doen. We hebben natuurlijk op dit ogenblik hebben we dat hele corona gedoe. En wat je zelf heel concreet kunt doen, ook al zit je gewoon thuis. En ook al heb je 0% healing systeem, ook al heb je geen IJT, ook al heb je geen Reiki. Wat je kunt doen is, lieve aartsengel Rafael, dank je wel dat je elke dag langs alle patiënten gaat. Naar iedereen die in de zorg werkt. En dank je wel dat je daar 24 uur per dag, 7 dagen per week, je smaragd helend groen licht. Ja, laat stralen. Lieve aartsengel Michael, dankjewel dat je langs alle ziekenhuizen gaat en dat je alle zorgpersoneel ondersteunt bij hun zware taak. Dat zijn van die hele praktische dingen die je gewoon kunt doen. Kijk, als je natuurlijk minder spiritueel bent, of wel spiritueel, maar bijvoorbeeld meer religieus, dan weet je dat je natuurlijk dat ook kunt doen door middel van een gebed. Het gaat erom dat we niet allemaal zo hulpeloos zijn als we denken. Natuurlijk balen we met z'n allen dat we met dit mooie weer, met het zonnetje, dat we binnen zitten en dat we niet lekker in het bos kunnen lopen. Maar in plaats van onszelf zielig te vinden en in plaats van in die slachtofferrol te zitten, kijk wat je wel kunt doen. Je kunt een gebed aanroepen. Je kunt een kaarsje aansteken. Hoe mooi is het als jij gewoon, al is het maar een vaccinelichtje hebt of een kaarsje en je houdt het in je handen. En je denkt aan alle mensen die het moeilijk hebben, of alle mensen die iemand verloren hebben, of alle mensen die op dit moment ziek liggen, of alle mensen die zieke mensen weer verzorgen. Of, nou, misschien zet je wel 10 kaarsjes neer en je kan het ook allemaal in één kaarsje stoppen. En je zegt: dit kaarsje is voor al diegenen die het op dit moment nodig hebben, wereldwijd, of alleen in je dorp, of in Nederland, of in Europa, of wereldwijd, of wat dan ook. En dan zet je met heel je hebben en houden met heel je hart. Desnoods hou je het nog eventjes, dat kaarsje, terwijl het nog niet aangestoken is. Hou je het nog eventjes voor je hart. Je stopt daar je hartkwaliteit in. Je liefdesenergie stop je daarin. Desnoods, als dat goed voor je voelt, vraag je nog:
Gods zegen. Je vraagt de zegen van Michael, van Raphaël. En je zet het kaarsje neer en je steekt het aan. En je zegt, dit kaarsje brandt voor al het zorgpersoneel in Nederland of in de wereld. Of voor iedereen die met corona te maken heeft. Of iedereen die besmet is. Of maak daar iets moois van. Terwijl dit kaarsje opbrandt, verdwijnt ook het virus. He? Hi, Jeannette. En weet je, het zijn allemaal dingen die we kunnen doen. In plaats van dat we verzanden in uitdijen. Omdat we de Albert Heijn leeg gekocht hebben met pakken roze koeken en chippies en bier en weet ik wat allemaal. En we alles hebben gezien en wat er op Netflix te zien is. Weet je, we kunnen zelf iets positiefs bijdragen. Naast dat kaarsje, weet ik veel, misschien ben je wel katholiek, misschien heb je wel een noveenkaars, die heb je nog ergens, die zet je aan, wel op een veilige plek, want een noveenkaars wordt natuurlijk helemaal op te branden. Zelf vind ik open vuur 's nachts een beetje eng. Wat ik dan doe, is dat ik hem naar de badkamer zet. Ik denk, al valt hij om, weet je, de badkamer is helemaal betegeld, en mocht hij omvallen, dan ligt hij op de vloer. Dus altijd bij gordijnen en vitrage uit de buurt te houden natuurlijk, hè, wees veilig. Maar hoe mooi zou het zijn als je een noveenkaars aansteekt of een andere kaars en zegt, hoe verder deze kaars opbrandt, hoe verder corona verdwijnt. Wanneer deze kaars opgebrand is, dan is het coronavirus wereldwijd met zoveel procent afgenomen. Weet je, hi Louise, op die manier kun jij gewoon iets heel positiefs bijdragen. Is dat hetzelfde als in de zorg zitten en je de benen uit het lijf lopen? En risico lopen? Nee, dat is absoluut niet hetzelfde. Maar goed, ik ben geen verzorgende, ik heb geen verpleegkundige opleiding. Weet je, maar met mijn spirituele kennis en kunde zijn dat van die kleine dingetjes die ik wel kan doen. Dus in plaats van denken in onmogelijkheden, denk eens aan mogelijkheden. En denk eens aan wat jij wel kunt doen. Wat kun jij, terwijl jij nu in je eigen situatie zit, wat kun jij doen? Heb jij een bepaald healing systeem? Heb jij reiki? Geloof jij in engelen? Werk jij met godinnen? Werk jij met opgestegen meesters? Werk jij met meester Merlijn? Kun jij, weet ik veel, bepaalde etherische oliën de ether insturen? Kun jij contact maken met kristallen? Kun jij contact maken met moeder aarde? We kunnen allemaal iets. Er is niemand die niets kan. Weet je, ook al zou je bij wijze van spreken op bed liggen of in een rolstoel zitten of wat dan ook. Je kunt zeggen van licht en liefde voor iedereen die het nu nodig heeft. Hoe simpel is dat? Dat kan iedereen denken en dat kan iedereen zeggen. Nou, en als je kinderen hebt, dan kun je een mooie tekening maken. En dan je kinderen leren van, teken maar een mooi hart. En heel veel kinderen zijn gek op glitter. Als ouderverzorger word je knettergek van alle glitters in huis. Maar oké, want in plaats van dat ze alleen maar op de tekening liggen, liggen de glitters overal. En dan kom je nog 86 jaar kom je niet tegen. Maar oké, weet je, dan zeg je, ga jij maar lekker met je lijm en je glitter aan de slag. Maak maar een hele mooie tekening. En voor elk glittertje dat jij op je papiertje doet, neemt de corona zo een procent af. Help je kinderen ook om in deze periode van paniek en stress om ook iets positiefs te doen. Laat kinderen meedenken. Je hoeft het niet voor hen in te vullen, maar goh, wat zou jij nou positief kunnen doen? Nou, en dan laat ze maar nadenken of misschien samen een kaarsje aansteken. Je kleine jongetjes van een bepaalde leeftijd vinden het super spannend om met lucifers iets aan te steken. Nou, leer ze maar. Hoe steek je een lucifer aan? Als je hand zo houdt, gaat het vlammetje tegen je hand, brandt je hand. Dus nee, leer ze maar om een aansteker te gebruiken of om een vuurtje te maken. Alleen, je mag het alleen maar doen als papa en mama erbij zijn. Maar weet je, probeer om te denken, hè, met z'n allen. Want hoe meer we in die zware energie zitten, in wat moeten we nou toch, en ik kan niks, en ja, weet je, ik ben afgekeurd, of ik zit thuis, of dat. Lieve schat, we kunnen met z'n allen zo ontzettend veel doen. Misschien niet praktisch gezien, nee, we gaan niet de deur uit en we gaan niet naar een ziekenhuis om te helpen, maar we kunnen wel met onze intentie, met onze gedachtes, met onze liefde, met onze hart, kunnen we iets betekenen. Dus ik hoop dat ik je een beetje je brain geactiveerd heb.
En dat je denkt van, oh natuurlijk, maar dat kan ik doen. Of ja, ik kan een kaarsje aansteken. Of ja, ik kan, nou ja, weet ik veel, mijn handen op het hart leggen. Liefdesenergie in je handen verzamelen en dan zeggen. En dit gaat naar iedereen die het nodig heeft. Het is nu van mij ook bij jou aangekomen, dus jij kunt dit ook weer doorgeven. Doe dat. En laten we met z'n allen, we hoeven niet te ontkennen wat voor vreselijke dingen er gebeuren, maar we hoeven er ook niet dag en nacht mee bezig te zijn. Want we hebben meer aan licht nodig, aan liefde nodig, aan oplossingen nodig, dan constant maar het probleem benadrukken. Hoe meer je het probleem benadrukt, hoe zwaarder het wordt, hoe meer die energie er is. Dus ja, erken het, weet wat er gaande is. Ik bedoel, je hoeft ook niet je ogen en je oren te sluiten. Weet wat er aan de hand is en dat moet je ook weten, omdat je zelf veilig moet blijven. De voorzorgsmaatregelen nemen, maar daarnaast kun jij vanuit je hart licht en liefde schijnen. Als je met God werkt of met de bron werkt, kun je zeggen, lieve God, dank je wel dat je al deze mensen in moeilijke tijden ondersteunt. Doe er iets mee. Wil je voor jezelf ook iets doen? Oh, ik zal hem eventjes plaatsen. Ik denk dat hij erin zit, mijn klikje, maar dat weet ik niet zeker. Ja, hij zit erin. Daar zo is een link. Ik geef vanavond een fantastisch webinar. Ik vind hem echt heel erg leuk, al zeg ik het zelf. Dat is de eerste van een webinar mix. Je kunt je hele mix volgen van april. Je kunt hem ook apart volgen. Het gaat vanavond een beetje, denk ik, ook wel in thema met wat ik nu net allemaal gezegd heb. In beweging blijven. Wat doe je wanneer je met de rug tegen de muur staat en wanneer je denkt, er is niks meer mogelijk. Er is alles mogelijk. Er is zo ontzettend veel mogelijk. En ik ga je tips geven en ik ga je trucs geven en we gaan healingen doen en we gaan meditaties doen. En ik geef je allerlei praktische mogelijkheden om ook, of juist in deze tijden van crisis, door te gaan. Het heet in beweging blijven en dat komt van, sta je helemaal zo met je rug tegen de muur of ga je ontspannen met de flow mee. Want ook in tijden van crisis is er een flow. Ook in tijden van crisis is er een stroom. Ook in tijden van crisis kun jij doorgaan met je leven. Dus ik zou zeggen, klik op de link. Doe mee, geef je op. Begint vanavond om 8 uur. Zorg dat je boeking op tijd binnen is, want ik moet je natuurlijk wel toevoegen aan het webinar. Want anders dan is het een uitdaging. Als je om 7:55 boekt en dan ben ik al met mijn webinar aan het voorbereiden. En dan zie ik niet meer dat jij hebt geboekt. Dus doe het eventjes voor die tijd. Zorg dat je man, weet ik veel, in de huiskamer zit. Je kinderen op bed liggen. En dat jij je lekker terugtrekt in de slaapkamer met je iPad of met je laptop. En gun jezelf een fantastisch mooi webinar. Ik zou zeggen, maak er een hele mooie dag van, week van. En zorg goed voor jezelf. En ik zie je een volgende keer. Doei doei!